In die zakken misschien dat er een slot is. Gary, neem jij maar pauze. Ik let wel op hem. Zeker weten. Kom goed uit, want ik moet ontzettend nodig pissen. Voor het geval dat, de sleutels van zijn handboeien liggen op mijn bureau. Dank u. Bureau. Hey en welkom bij Belegen Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. Nee, als dat klaar dan is. Eindelijk. We zullen dus maar gaan staan. Wacht, hè? FB. Ik moet met mijn leidinggevende overleggen. Misschien. Nee, dat is stom. Dit moet ik alleen doen. Nou, dan doe je het alleen, hè? Overtuigd. Mijn gevoel zegt me dat Mars onschuldig is en dat ik hem moet zien te bevrijden. Mijn gevoel zegt dat ook eigenlijk. Dat hij onschuldig is. Schuldig? Hij zou schuldig kunnen zijn. Hij doet raar. Zijn verklaringen zijn warrig. En shit! Hij heeft nooit gezegd dat hij de origami killer niet is. Dat is ook waar. Ethan? Ik moet een manier vinden om Ethan Mars hier weg te krijgen. Maar zelfs al is de kans 1 op 1000 dat hij de waarheid vertelt, dan zou hij nog wel zijn zoon kunnen redden. Dat is ook een feit. Stoppen dat hem dat doet. Ethan, wacht hè. Vast of... Ik geloof niet dat hij schuldig is. Zijn profiel stemt niet overeen met dat van de moordenaar. Of je kunt ernaast zetten. Perry is zoiets. Die media geilaard Perry interesseert dat geen ruk of bleek getuige in elkaar ramt en Mars onschuldig is. Hij wil gewoon tegen de pers kunnen zeggen dat hij de origami killer heeft gearresteerd. Ja, dat is ook waar. Dag. Heeft Mars bekend? Nee, nog niet. Hij is flauw gevallen. Hij krijgt een adempauze en dan gaan we gewoon door. Het is een hardere noot dan ik dacht. Ik ga wat hard of niet, we kraken hem. Lukt altijd. Zo waren weer met de veel drinken. Gefeliciteerd, inspecteur. Prima werk geleverd. Ik heb een persconferentie belegd. Over een uur is het zover. Ik verwacht een hoge opkomst. Wilt u niet wachten tot hij daadwerkelijk heeft bekend? Waarom? Hij zit achter slot en grendel. Dat is alles wat de pers wil weten. Okay. Ethan Mars is onschuldig. Hij gelooft echt dat hij de enige is die Sean kan redden. En als hij nou gelijk heeft, ik waag de gok. Ik moet hem hier weg zien te krijgen. Hoe? Het gaat mij niet aan. Als Perry en Blake denken dat Mars de moordenaar is, wat kan ik er dan aan doen? Dat is ook wel fair. Maar wat ga ik er aan doen? Die is vast. Vastgesloten of zoiets. Allee. Nee, ik kan dit niet aanzien. Ik help Mars ontsnappen. Oké, hoe gaat dat doen? Niet doen? Ik kan niets voor Mars doen. De aanklacht is ernstig. Echt hè? De verhoorkamer was het, hè? De verhoorkamer niet? Nee. Allemaal. Ik denk dat hij ergens in de cel zit. Het is leeg. Het is ook leeg. Deze aan. Het is al ook leeg. Het is ook... Nee, ja. Dat is iemand anders. Oeh. Ja, mee. Het is wel goed om in die cel te kijken. Destructieskamer of zoiets.
zien. Ah, ze ligt daar op de grond. Maar moet je flik wegkrijgen. Bewaker? Ik moet een manier vinden om die bewaker weg te krijgen als ik Mars wil bevrijden. Hoe dan? Hoe wil je dat doen? Je kunt je moeilijk de kop inslagen, hè? Wat is alleen? Laat ons alleen. Ik, inspecteur Blake zei dat... Alsjeblieft. Laat ons alleen. Goed dan. Merci. Ik sta voor de deur als u me nodig heeft. Oké. Okay. Ah, shit. Voor die deur kunnen we hier niet weg. Kut. Jezus. Alles oké, Ethan? Maar dat is voilà. R1. Kom aan, sta dicht. Voilà, ze. Hey, standje. Ik moet hier weg zien te komen. Ik moet mijn zoon zien te redden. Ik ga mijn best doen. Ik kan hem hier wel uitkrijgen, zonder dat iemand het ziet. Angst. Shit, wat doe ik nou? Een verdachte helpen ontsnappen, dat kost me mijn penning en levert me 10 jaar zitten op. Ik ga je helpen om te ontsnappen, Ethan. Blijf hier. Ik kom terug. Hoe ga je dat doen? Goed die wegkrijgen. Zo is het een verhoorkamer, hij is hier weg, hè. Die zakken misschien dat er een slot is. Gary, neem jij maar pauze. Ik let wel op hem. Zeker weten. Kom goed uit, want ik moet ontzettend nodig pissen. Voor het geval dat, de sleutels van zijn handboeien liggen op mijn bureau. Dank u. Bureau, deze bureau dan. Eerst die handboeien af. Sleutels liggen op de bureau. Regenjas. Er moeten hier regenjassen van surveillanten liggen. Ik moet er een vinden en aan Mars geven. Ja, het toilet is ook zeker. Aan Mars is het ineens, hè? Nee, die wc afzoeken, want je moet dringend pissen. Dat is de koffiekamer. Allee, koffiegedeelte. Politie. Wat ga jij niet doen? Oeps, shit, mijn gsm weer niet op stoel. Dat is op stoel, faal was hè. Dat is beter. Ik vergeet het dus altijd, hè. Het is wel het oren. Oeps, een bureau. Ik ben de wc's aan het zoeken. Dat is een perszaal. Dat is hier zo groot hè, dat ik die wc's niet vind. Zo lag ik op de bureau. Nou ja,
Ik krijg geen aanwijzing of niks. Dan ga ik ze op de bureau zien. Ah, maar wacht eens even. Ik heb die jas, kan ik die zelf niet aan doen? En dan zeg ik gewoon dat ik die naar de cel breng. Terwijl ik hem helemaal kon snappen. Ethan, trek dit aan. Dan kun je misschien onopvallend naar buiten lopen. Voilà. Oh shit, de handboeien. Die was ik vergeten. Oké, wacht hier. Ah, die liggen bij Ethan. Daar naffen. Ah. Nu snap ik het. Nestle binden, slim. Dat was slim, om eerst gewoon Nestle te binden. Slim gezien. Oei, ik denk dat hij mij betrapt, want hij gaat juist bellen. Nee, ik moet geen kaart zien. En dat ik heel rap ga, omdat ik die sleutel in die handbeur kan steken. Zo. Voilà, ze. Dat was het. Je bent vrij. Yes. Het is ons gelukt. Ben je nog onopvallend? Hier, trek dit aan. Ze hebben nu pauze. Als je snel bent, is het mogelijk om ongezien naar buiten te gaan. Loop recht naar de uitgang. Niet stoppen, niet praten, zelfs niet denken. Kom, ga! Oké, merci. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Zeg gewoon dat je je zoon zult redden. Oké. Hopelijk krijg ik hier geen spijt van. Dat hoop ik ook niet. Je mag niet praten, maar zo door. Het is ons gelukt, hè. Valasse. Oh, we hebben een trofee gewonnen. Dat is een slimmerke. Slimmerik. Jij. Oké. Wacht. Voilà. Ah ja. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. Dan zie ik tot in de volgende schiet of vooral nemen. Dag!